Danny, een boom. Zullen we hem meenemen? Ja, dat is leuk. Kerst ligt nu echt achter ons. En dus doen veel mensen hun kerstboom de deur uit. Op veel plekken wordt die boom dankbaar opgehaald door kinderen. Zo ook door de 8-jarige Fenna uit Naaldwijk. Zij heeft heel veel kerstbomen opgehaald. Het begon eigenlijk klein. Ik zei tegen Fenna, je moet er wel minimaal 25 hebben, want dan wordt het opgeknepen door de gemeente. En dat is een beetje uit de hand gelopen. Want hoeveel heb je er verzameld, Fenna? 126. En dat ging niet altijd even vlekkeloos. Nou, wij gingen de briefjes uitdelen. En briefjes of we de kerstbomen mochten ophalen. En toen zaten alle briefjes in mijn mand en mijn mand zat niet dicht. Toen ging de briefjes helemaal naar de overkant en Fenna ging ze halen. Ja. Maar wegwaaiende briefjes mogen de pret natuurlijk niet drukken. Het was leuk dat ze zo enthousiast is. En ze deed het samen met de vader en opa. En die hebben allebei een bus. Dus ze gingen de hele wijk door om overal kerstbomen op te halen. En je leert ook nog tellen. We hebben bijvoorbeeld 77 plus 13 en dan moet je dat uitrekenen. Op naar nog meer bomen. Ja, het is nu al klaar. Ze heeft nu ook geen zin meer. 1, 2, Zaterdag komt de gemeente met een grote vrachtwagen en die komt ze dus ophalen. En dan krijgt ze de welverdiende geld. Per boom krijg je 50 cent. En weet je al wat je met dat geld gaat doen, Fenna? Een Lego bouwpakket kopen en het is een boomhut. Trotse ouders, het was wel echt de eigen... Ze moest het wel zelf doen, wij gingen haar helpen, maar we gingen niet voor haar de kerstbomen ophalen. Dus ze is overal met mee geweest.